Kings versus Cooking on Three Burners met Disgoyle op Brede Nu Radio 107.3 FM. Je luistert naar NAKPRAAT op donderdagavond altijd te horen tussen 8 en 9 uur. En we hebben wat wedstrijdjes te bespreken, Marcel. Ja, want afgelopen vrijdag speelden we het uit bij FC Den Bosch, Leon. Oh. En daar ging het toch weer dramatisch slecht. Ja, dat ging echt fantastisch. Goeiedag, Janus, man. Het is echt niet te geloven. Het is een club uit het rechte rijtje en... Ja, ik denk, nou, dan gaan we toch wel vol erop. Maar het was, NAC gingen we volop, creëerde niks. Ja. En de Bos counterde naar harte lust en dat ging, deden ze eigenlijk gewoon hartstikke goed. Nou ja, William Vloed, die zei het na de wedstrijd eigenlijk precies goed. Dat vatte de wedstrijd prima samen. Dat wil zeggen, op alle vlakken was Den Bosch gewoon feller, beter, tactisch beter. Die hadden het gewoon beter voor elkaar. Ja, we wonnen ook bijna alle duels. Ja. Elke tweede bal, zoals ze mooi heet, was voor Den Bosch. Ja. En NAC piste overal naast. Ja. Ja. Dan moet ik zeggen dat hij meestal die vloed niet al te veel nuttigs weet te vertellen. Nee, maar ik ben ook geen fan van die jongen. Als je hem ook langs de lijn zag lopen. Wij zaten natuurlijk vlakbij vanaf de commentaarpositie. Ja. En dan, ach jongen, toch. Ja, hij kon niet anders dan dat. Dus bij NAC zat er eigenlijk niemand in het spel, behalve Brondeel. Die was wel heel goed. Ja, maar dat is al weken. Klopt, dat is al weken. Maar die heeft wel voorkomen, want we hadden daar ook gewoon 4-5-1 kunnen verliezen. Ja, hè? Dat had gehad, gewoon gekund. Hè? En aan de andere kant, je ook nog met een punt weg kunnen lopen. Ja, dat was de laatste minuut gewoon werkelijk van O'Neill. Nee. Het was toch niet O'Neill? Het was volgens mij Oosterwijk. Nee, O'Neill. Was dat O'Neill, ja? Ja, dan heb ik het verkeerd. Nee, het was O'Neill. Dan weet ik eigenlijk wel zeker dat het O'Neill was. Ja, ik telde hem eigenlijk al die bal. En dan had het gewoon zomaar 2-2 kunnen zijn. Ja, Lucky NAC had het dan geweest. Ja, zo, echt wel. God, maar dat werd het dus niet. Want we werden gewoon afgetroefd op alle, inderdaad, zoals William Vloed zei, op alle fronten. En daar viel verder ook niks aan te merken. Ja. Krijg je nog een penalty. Wat ik wel heel opvallend vond, was de blessuretijd. 1 minuut. 1 minuut wel. Dat is ook nergens, hè. Dat hebben wij weer, hè. Nee. Ja. Volgens mij is het zo dat per wissel sowieso al 30 seconden telt. Ja, maar er werd heel weinig gewisseld. Nee, volgens mij hadden we 3 of 4, toch? Nou, dat zou sowieso al 2 minuten moeten zijn. Ja, Verbeek kwam er nog in. Ja, volgens mij... En Horst viel... Nee, dat is in de rust, hè? Ja, in de rust. Ja, en dan tellen ze niet. Oh, dat tellen ze niet mee. Ja, alleen, daar zijn er, alleen Verbeek. Ja. Aan NAC zeiden dan. Aan NAC zeiden. Twee ogen uit van dingen zijn. Maar en verder geen rode kaarten en dat soort fratsen. En bestuurbehandelingen. Maar goed, dan nog tijdrekken en zo, wat altijd gebeurt. Dan zit je op zijn minst 2 minuten. Want dit was wel heel erg karig. Die konden we wel gebruiken. Want de eerste helft ook helemaal geen tijd bijgetrokken. Dus het was een beetje... Maar goed, dat is niet de reden dat we verloren hebben. Het was gewoon een baggerspel. Niks lukte. Bal niet, wel leuk in de ploeg houden, maar geen kansen creëren. En dat is toch wel dodelijk. Koning balbezit, maar je kopt er dat is typisch Nederlands. Ik had gehoopt dat we met een andere trainer, een Belgische trainer, met een andere spelopvatting, dat het zou veranderen. Maar dat is helaas, maar dat is iets van de lange adem. Hè. Ik denk dat Stijn Vreven nog heel veel ziet om te moeten veranderen. En dat niet op de 1-nacht ijs, over 1-nacht ijs zal gaan. Nou, nee. De nederlaag hadden we moeten wegspoelen. En dat is ook wel gelukt qua uitslag tegen Dordrecht, die maandag erop. Ja. Ik dacht we gaan zakken even onder de 10.000 toeschouwers, maar dat was niet het geval. Nee. Dat viel op zich maar dan zaten er geen 11.000, hoor. Nee, volgens mij de seizoenkaarten tellen gewoon mee in die stand. Die discussie hadden wij gisteren ook. Zaten er inderdaad wel 11.000? Wat mij betreft heb ik veel te veel gaten gezien op de tribune zo tegenover me. Ik denk, dat kan nooit 11.456 toeschouwers geweest zijn. Ja. Ja. Ik weet het niet, maar goed. Ik was er pas de tweede helft, dus... Dan heb je het hoogtepunt gemist. Ja, ik hoorde hem op 076 Radio en Brennenu.nl hoorde ik hem voorbij komen. Ik dacht van, dat is een opmaat naar wel iets leukers. Maar de wedstrijd begon namelijk fantastisch. NAC zette druk. Adjipong die gleed op zijn brommel langs die rechtsback van Dordrecht. Goeie voorzet en daar was hij dan eigenlijk de Spaanse vlieg die scoorde. Ja. Onze Manuel Garcia, noem ik hem altijd. Garcia Alonso. Hallo. Onze papa's perros. Mano Garcia. Die trouwens vandaag een leuk interviewtje gaf in BNStem, Leon. Met? Oh, was die van Garcia, vandaag? Okay. Garcia. Of gisteren, vandaag of gisteren. Ik heb het ergens gelezen. Voor mijn BNStem. Was een leuke. Dat manneke heb het wel door. Ja, denk ik. Die zegt van het NAC-publiek is fanatiek. Beetje ongeduldig. Wow, kun je wel zeggen. Trouw. Maakt veel lawaai. Heb het wel door hoe het werkt. En hij begrijpt ook dat we af en toe ontevreden zijn. Hij heeft goed zijn research gedaan. Maar want hij zei in het interview... NAC is de 8e grootste club als het gaat om supportersaantallen, bezoekersaantallen. Dat heeft hij mooi uitgezocht. Hij heeft zijn huiswerk goed gedaan, zullen we maar zeggen. Hij weet precies wat hij natuurlijk doet. Leuk ventje volgens mij, onze Manuel. Maar daar Stijn Vreven het ook wel mee eens. Hè. Die heeft gezegd van die houdt wel van dat soort persoonlijke... Ja, tegen Dordrecht. Ik weet niet of je het nog gezien hebt. Die bal die probeerde over die keeper heen te lepelen. Ja. Dat was fantastisch. Dat zijn er maar weinig. En, dat is een leuk idee. En af en toe een geniale steekbal. Ja. Die bij NAC
Ja, ja, helemaal niemand kan geven. Nee, maar zoals ik de vorige wedstrijd ook al aangegeven heb, het is als hij er voetballend niet aan toe komt, gaat hij in ieder geval samen vaak met Hamouts of met een andere middenvelder, ja, probeert hij dan toch de tegenstander onder druk te zetten op het middenveld. Hij shockt niet, dat vind ik wel mooi. Nee. En de kleinste van het is, hè, tegen die spits van Dordrecht, sprong die gewoon in op om een kopduel te winnen. Dus het is een jongen die er in ieder geval in wil kleuren. Overigens, tegen Dordrecht zat onze grote vriend Jari Oosterwijk op de bank. Ja. Jan, hoe kwam dat ook alweer? Wat was welke wedstrijd bedoel je? Was dat tegen Dordrecht? Dordrecht. Tegen dat was afgelopen maandag. Nou, hij zat niet op de bank. Nee, op de tribune, sorry. Nou, sterker nog, hij zat ook niet eens op de tribune. Oh, was hij daar ook niet? Ik heb mensen maar eigenlijk ook niet op de hoofdtribune hebben gezien. Oh. Dus dat hij eigenlijk misschien wel... Ik heb hem ook niet gezien, nee. Dat hij gewoon naar Enschede terug is gegaan. Maar vertel, wat was er aan de hand? Nou, hij was een beetje verbolgen over het feit dat hij niet in de basis stond. Hij kreeg dat van Stijn Vreven te horen, terwijl eigenlijk heel Breda het al wist. Maar voor hem was het een verrassing en hij was een beetje verbolgen. Hij had zijn kans natuurlijk gehad tegen MVV. En hij was zelf in de volste overtuiging dat hij... tegen MVV stond hij erin, toch? Nee, de of Bos. Den Bosch, sorry. MVV hadden we nog niet. Was nog niet. 8 wedstrijden in 3 wedstrijden in 8 dagen, dat is een beetje ook te veel voor mij. Nee, in Den Bosch inderdaad stond hij erin. En wou hij zich revancheren. En dacht dat hij dat afgelopen maandag mocht doen. Maar bleek dus niet. Ik had eigenlijk diep gedacht dat onze grote vriend Vreven, dat hij met 2 spitsen zou gaan spelen. Dat had ik ook stiekem gehoopt. Ik denk dat Oosterwijk dat ook dacht. Ja. Die heeft waarschijnlijk gedacht van, oh, die gaat met 2 spitsen spelen. Ja. Maar laten we heel reëel zijn. De manier waarop Dessers liep te voetballen, denk je wel eens van, als Oosterwijk gespeeld had, had hij misschien al 35 minuten al in het veld gekomen. Ja, ik Dessers ook zoiets, ja. Maar er zijn 2 meningen over. Van ja, hij werkt heel hard. En de andere kijkt van, zijn rendement. Ja, statistisch gezien is het natuurlijk een goede spits van NAC. Hij heeft 10 doelpunten gemaakt, 8 assists gegeven. Ja. Dus dan draai je gewoon boven mee in de statistieken. Ja. Ja. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook van dat hij heel veel kansen mist. Ja. Niet alleen, maar ook wat Vreven vandaag zei in diverse interviews. Hij laat, hoe zeg ik het ook, kansen te creëren laat hij ook liggen. Ja. Oftewel, ja, hij maakt vaak de verkeerde beslissing. Ja. En dat komt heel erg ongelukkig over. Ja. Keertje of 6 buitenspel gestaan. Maar op de sleutelmomenten, wat Marcel probeert te zeggen, op de sleutelmomenten neemt hij de verkeerde beslissing. Ja. En daar hamert Vreven op. Vreven denkt en zegt dat hij volgens mij nog veel belangrijker kan zijn voor het elftal. Dat denk ik ook, ja. En daar zit wel wat in natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat je moet wisselen, vind ik. Weet je wat is, er zijn de meningen inderdaad ook over verdiend. Want aan de ene kant zeggen ze van, het is een jongen die potentie heeft, laat hem lekker voetballen. Andere trainers leggen zulke soort spitsen helemaal in de watten, geven ze vertrouwen en dan komt het op een gegeven moment vanzelf. Maar Vreven is niet zo'n trainer die zegt, ik wil ook zo'n jongen wat bijleren, ik wil dat hij beter wordt. Ja. En dan heb ik liever dat ik op dat moment er hard inkleun en op bepaalde momenten fel tegen hem ben en hem afkraak zelfs, want dat gebeurt ook. Dan dat ik hem nou gewoon zijn gangetje laat gaan. Ik vind hem wel lef hebben, hè? Want het is natuurlijk een van de meest productieve spelers van de eerste divisie. Maar desondanks neemt hij niet achteroverleunen. Dat betekent wel, want als Vreven, Dessers niet in vorm is en de vleugelaanvallers zijn ook niet in vorm, in dit geval ook weer het geval was. Ja. Ja, dan wordt het wel heel lastig voetballen. Kijk, want Adje Pong begon heel leuk, maar die rechtsback dacht van, jij bent snel. Ik maak de ruimte achter mij wat kleiner. Ga wat dichter tegen de achterlijn aanvoetballen. Ja. En de ruimte is weg. En Adje Pong kan vervolgens helemaal niks meer. Die heeft niet het idee van, ik moet iets anders verzinnen. Want die is er daarna, naar de doelpunt, niet 1 keer meer langs geweest. Nee, klopt. Dus dan denk ik van ja. Ja, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Het spel is in ieder geval, laten we het zo zeggen, als je de eerste 10 minuten van een wedstrijd gezien hebt, weet je in ieder geval hoe onze aanvallers voetballen. Ja. En ik had gehoopt dat Dessers nou uiteindelijk zou stoppen met dat kansloze voetbal met die vleugelaanvallers. Ja. Stop daar eens mee en laat die zijkanten gewoon open liggen. Ja. En duik daar iedere keer iemand anders in een spits of een middenvelder en ga lekker met 2 spitsen spelen. Ja, dan kun je vanaf het middenveld... De spits kan er ook in duiken, de middenvelders kunnen erin duiken, de nummer 10 kan erin duiken. Maar zelfs je linksback kan er overheen op het moment dat je middenvelder dus hebt een bal bezit. Je hebt veel meer mogelijkheden. Ja. Dit is zo statisch. Hamouts was geblesseerd, hè? Dat was natuurlijk de aanvoerder. Die viel geblesseerd. En geen reserveaanvoerder voor Dessers. Die want band onze ging grote vriend O'Neill. Shane O'Neill, die ging met de band vandoor. Dat viel ook op. En wat nog meer opviel, vonden wij dan, de opstelling was dat er maar 1 Nederlander in stond. Dat was Danny Verbeek. Ja. We hebben onze mond vol over Roda, maar we zijn zelf een klein Roda aan het worden. Ja, precies, inderdaad. Nou ja, nou, met een beetje fantasie reken ik die 5 Belgen die erin stonden ook een beetje dat klopt. Maar... Die zuipen ook allemaal bier, maar ik bedoel... Het is dat op een gegeven moment Korter erbij kwam en dan werd het weer een beetje in evenwicht gebracht. Ja, dan stonden we op dat moment niet... Stonden net zoveel Engelsen als Nederlanders in het Ja, nee, heel bijzonder. Ja, maar Korter kwam van Verbeek. Ja.
Ja, ook weer. Ja, maar, dat, dat hoor ik. Maar zo'n herkenbaar elftal. Daar ga je op zitten spins, hè, om mij gewoon een vanavond tegen te pakken. Nee, het is goed. Hey, maar gaat dat nog een issue worden, denk ik? Want we zagen het vandaag weer in de krant staan van Jadran Blanco. Ja, ik had het op de rat gezet en ik vond mijn Blanco daar van ons afgeplukt. Oh ja, die, die ja. dacht van, shit, ik heb geen onderwerp. Zal ze kijken wat die gasten van de rat schrijven? Ga ik ook een stuk snoeven schrijven. Wacht, er komt binnenkort een stukje over Fox en het CED. Ja, dat ben ik heel benieuwd dat hij dat copy-paste gaat doen. En onze Evert natuurlijk. Ja, dat kan niet ontbreken. Ja, iedereen is er langs geweest en dan kom mij morgen langs voor een interview. Ja, het is altijd, wel mosterd aan de maaltijd. Dus dat spreekwoord is al vervangen, hè? Blanco na het nieuws. Ja. Of Blanco nieuws, dat kan ook natuurlijk. Blanco nieuws, ja. Dat is geen nepnieuws, maar Blanco nieuws. Zeg, ik zie daar een fantastische plaat klaar staan. Echt waar? Ja, dit is echt fantastisch geweldig. Deze keer. Ja, de Scabs. Oh, ja. Over iemand, even vooral duidelijkheid, dus weer een Belgische band. En een aantal mensen vinden het geweldig dat wij dit gaan draaien. De Scabs met Hard Times. Ja, zullen we dat doen? Ja. Vooruit dan maar. Alsjeblieft. Let ik ook een keer op.